Wel, David, ga je muziek spelen? Ja, zoiets. Even genieten van de muziek. Het is wel een beetje herrie ook nog op de achtergrond. Ja, eindelijk eerste dag zon. Wil ik lekker luisteren naar muziek? Krijg je dat gezeik? Nou, maar gelukkig schijnt de zon. Wat luister je? Ja, Johnny Cash. Nee, ik bedoel die speakers, denk ik, wat het zijn. Oh ja, dat zijn nieuwe speakers, ontworpen door Philip Stark voor Parrot en ze heten Zikmu. En hoe spel je dat? Z-I-K-M-U. Nou, wat leuk en daar kan je vast ontzettend veel mee. Nou, het zijn eigenlijk... Ze horen in de categorie iPod, iPhone, docking speakers, zou je het kunnen noemen. Maar deze zijn wel bijzonder. Ze zijn ontworpen door Philip Stark. Maar je kan niet alleen je iPodje inpluggen, maar je kan ook van alle Bluetooth apparaten, zoals je computer of je telefoon, draadloos afspelen. En er zit ook wifi in. Dus de luidspreker is meteen een streamer voor al je digitale muziek. Ik hoorde je net draadloos zeggen, maar ik zie hier allemaal dikke kabels. Ja, draadloze speakers tegenwoordig, die hebben extra draden. Dat zijn gewoon de netsnoeren. Twee voor elke speaker. Dus ja, echt draadloos kan je dat gedeelte niet noemen. En komt er een beetje geluid uit? 100 watt. Oké, en wat kosten ze? Advies 11,90. Jeetje, dat is ook heel wat. Ja. Nou, laat me horen. And don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow, the sun won't shine. It's hard to tell the night. Nou, de speakers doen ook surround. Dus in je kamer, op het dak hoor je dat niet zo goed. Maar in je kamer geeft dat toch wel een leuk effect. En je kan hem uiteraard op je stereo aansluiten. Ik heb natuurlijk mijn iPod gedokt in de speakers. Ik haal ze er even uit voor de zekerheid. Het kan ook een iPhone of een andere generatie iPod zijn. Maar elk apparaat wat Bluetooth heet, computer of telefoon, kan draadloos muziek afspelen naar de SIM-koes. Dat ga ik nu doen. En als ik het volume omhoog schroef, is de muziek van mijn telefoon. En hoe zit het met de geluidskwaliteit? Nou, voor plastic boksen heel goed, maar Philip Stark zegt zelf, de boksen beschikken over buitengewone technologie, zodat we met een minimum aan materiaal een maximaal effect konden creëren. Dat noem ik magie. Maar je kunt geen magie uit plastic boksen halen. Hey, kan het niet wat zachter met dat ding? Ik kan mijn eigen muziek verdomme niet eens horen, zeg. Wat een azo gedoe. Tot volgende week.